Ja, wat maakt die nieuwe haring zo bijzonder? Vooral de zilte smaak van de haring. Haring is eigenlijk het hele jaar door tegenwoordig wel van goede kwaliteit en lekker. Alleen dat lekkere zilte, dat is net een extraatje wat nieuwe haring wel heeft. En wat dat hem zo lekker maakt. Ja, en dat is een bepaalde tijd? Dat is de eerste vangst, ja. De haring wordt gevangen van half mei ongeveer, tot en met half september ongeveer. En dan die eerste haringen, die hebben die lekkere smaak, ja. Ja, want hoe wordt die vis aangeleverd? Die wordt gepekeld aangeleverd. Die worden gevangen, daarna worden ze gepekeld, dan worden ze ingevroren. En dan komen ze bij de vishandelaar terecht. En die zorgt verder voor het rijpen van de haring en het schoonmaken van de haring. Ja, er zit ook een bepaald vetpercentage in die vis. En dat is dan ook weer wisselend. Dat is dan ook weer van belang voor een nieuwe haring, wat hem bijzonder maakt. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de haring is pas geschikt als Hollandse nieuwe. Als het vetpercentage hoog genoeg is. En dat is meestal de periode, dus vanaf half mei. Dan is de vis lekker vet gegeten in de plankton. Hoe warmer het voorjaar, hoe beter de haring. En dan zijn ze geschikt als Hollandse nieuwe. En de haring wordt daarna, de eilenharing noemen ze dat. Dan zijn ze niet vet. Die worden weer voor andere doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor roomops, zure haring. Maar de haring die dus vanaf half mei wordt gevangen, dat is de perfecte haring. Die dus als Hollandse nieuwe verkocht wordt. Ja, en kun jij zien of het dit jaar ook echt een goede vette haring is? Ja, dan kun je gelijk zien. Aan de pekel kun je dat zien. En je kunt het zien aan de haring zelf. Ze een mooie dikke rug hebben. Wat houdt dat in, dat kaken van haringen? Ja, het schoonmaken van haring eigenlijk. En ja, hoe maak je hem schoon? Ja, dat is een vast ritueel? Vaste handeling voor, ja. Er zijn wel verschillende methodes. Er zijn ook vishandelaren die het op een plankje doen. Ik doe het vanuit de hand. Iedereen zijn eigen manier in. Als het eindresultaat maar goed is, dan gaat het wel. En als ik vragen mag, als jij de hele dag schoongemaakt hebt, lust je dan 's avonds ook nog wel een haringje? Jawel, zeker. Ja. Nee, dat gaat er altijd in.